Voorzitter, dank u wel. Een debat over de klimaat- en energieverkenning en de klimaatnota. Twee kleurrijke rapporten met veel grafieken en staafdiagrammen over CO2-reductie en klimaatdoelen. En terwijl de minister heel fanatiek is in het stellen van allerlei klimaatdoelen voor 2030 en 2050, allemaal vergezichten, zitten de Nederlanders nu, anno 2022, zwaar in de ellende. En wat hebben die mensen aan CO2-reductie in 2030 als ze nu de energierekening, de boodschappen en de huur niet meer kunnen betalen? En wat hebben die mensen aan klimaatdoelen voor 2050 als ze nu kou en honger lijden? En voorzitter, overal in dit land is geld voor. Voor asielzoekers, voor Afrika, meer dan 100 miljard voor klimaat en stikstof. Maar ondertussen zitten hele gezinnen thuis met een dekentje op de bank te verkleumen van de kou en zien zelfs ouderen die letterlijk niks te eten hebben het leven niet meer zitten. Zo schrijnend is het, voorzitter. En hoe zit het dan met die beloofde compensatie voor de energierekening? Want heel veel Nederlanders hebben op het moment nog geen cent gezien. Zij worden de komende maanden afgescheept met 190 euro die direct verdwijnt in de enorme schulden die ze het afgelopen jaar hebben opgebouwd. En ze krijgen pas volgend jaar een prijsplafond, dat ook nog eens zwaar onder de maat is. En voorzitter, vanaf januari verhogen de grootste energiebedrijven hun tarieven om zo maximaal te kunnen profiteren van het prijsplafond. En huishoudens die met hun verbruik dan boven dat plafond uitkomen, gaan daarvoor dus de hoofdprijs betalen. En let wel, dat is de helft van alle huishoudens. Bovendien gaat volgend jaar de BTW op energie weer omhoog. Ook gaan huishoudens in 2023 meer betalen voor transportkosten voor hun energie. En de vermindering van de energiebelasting, een zogenaamde korting, een jaarlijkse korting, die gaat komend jaar juist omlaag. En dat is fout, voorzitter. Dat is fout, want de mensen moeten niet minder, maar juist veel meer worden gecompenseerd. Maar nee, deze minister ziet vooral energiebesparing als deel van de oplossing. Want, zo heeft hij gezegd, we moeten energiebesparing weer leuk maken. Ja, voorzitter, dat is echt prietpraat van iemand die niet weet wat er speelt onder de mensen. En terwijl dat prijsplafond nog niet eens is ingevoerd, heeft de minister van Financiën het al over de afschaffing ervan, want het geldt toch echt alleen voor 2023. Vereniging Eigen Huis heeft becijferd wat dat dan betekent voor het jaar daarna, 2024. En dan zal de energierekening stijgen met maar liefst 2500 euro. Dus voorzitter, conclusie. Dan kan de minister wel met allerlei klimaatdoelen komen voor 2030 en 2050. Maar wat gaat hij extra doen voor de mensen nu die hun energierekening niet meer kunnen betalen? Wat gaat hij extra voor hen doen in 2023? Maar ook, wat gaat hij doen in 2024? Oftewel, wat is nu eigenlijk zijn plan? Is er wel een plan? Of wacht hij daarmee tot het allerlaatste moment, net als bij het prijsplafond? Graag een reactie. En voorzitter, terwijl de mensen thuis het echt niet meer redden, leggen de klimaatfanatiekelingen zichzelf lekker in de watten. We hebben het eerder over gehad. Zie klimaatpaus Timmermans met zijn salarisverhoging van 1800 euro per maand extra, dankzij de PvdA. Of zie VVD'er Ed Nijpels, die als kwartiermaker klimaattafel, wat dat dan ook mogen zijn, lekker gaat rentenieren op Bonaire. De vraag is, wat gaat die man daar precies doen? Graag een reactie. En in Nederland wordt Nijpels vervangen door niemand minder dan Kees Vendrik van GroenLinks. Dat is kwalijk, voorzitter. Dat is zorgwekkend. Want dat betekent nog meer klimaatgekte en nog meer onbetaalbaarheid. En daarom zeg ik tegen de minister, tot slot, voorzitter, draai dat besluit terug. Ga weg met je klimaatgekte, maak energie weer betaalbaar en doe waarvoor u bent aangesteld. Zorg voor uw eigen mensen, niet voor Afrika. Niet voor asielzoekers, maar voor uw eigen Nederlanders. Dank u wel. Ik ga ervan uit dat mevrouw Kreuger iets wil zeggen over de referentie naar een GroenLinks. Ja, voorzitter. Ik vind het echt heel kwalijk dat hier iemand die op kennis en kunde en op jarenlange kennis en kunde, iemand die als eerste Kamerlid heeft gefunctioneerd, op klimaat heeft gewerkt, dat die hier op basis van zijn partijkleur, neem ik aan, door de PVV wordt weggezet. En ik vind het, ik maak er echt bezwaar tegen. Nemen we op in de handeling. Ik denk dat dat een terecht punt is. Dat we ook het gebruik hebben om mensen die hier niet aanwezig zijn, dat we die ook niet op die manier kwalificeren. Volgens mij geldt dat voor de rest. Dus volgens mij mag reageren. Ik mag kort reageren, maar volgens mij gaan we nu niet alle partijen af. Dat lijkt me niet zo nodig. Ja.
Ik vind het altijd een beetje sneu dat je dan niks mag zeggen over iemand die niet aanwezig is. Maar goed, laat ik het dan breed trekken. Ik heb het niet alleen over de heer Vendrik, maar over geheel GroenLinks. Dat GroenLinks als geheel een kwalijke partij is. Laat ik het dan zo zeggen. Volgens mij, nou ja, dat laat ik dan aan u die kwalificatie. Maar volgens mij ook dat is niet per se nodig. De heer Erkens namens de VVD. Ja, ik wil nog een inhoudelijke interruptie stellen hierna. Kijk, de heer Kops geeft aan, klimaatbeleid steunt hij niet. En tegelijkertijd wil ik hem wel vragen als er maatregelen zijn die onderdeel zijn van het klimaatbeleid. Hè, als we dat label eraf halen, die wel verstandig zijn voor de Nederlanders. Zoals helpen met het isoleren van woningen met enkel glas. Zoals de bouw van kerncentrales, zoals werken aan die onafhankelijke energievoorziening. Of misschien ook wel het schoner maken van de industrie, waardoor die luchtkwaliteit ook verbetert voor de omwonenden. Kan hij wel individuele voorstellen steunen op die vlakken, als ze langskomen? Voorzitter, ik denk dat het heel verstandig is om klimaatbeleid en energiebeleid te ontkoppelen. Bij klimaatbeleid draait het om het terugdringen van de CO2-uitstoot, om de opwarming van de aarde te beperken. En zoals ik in elk debat heb gezegd, ten eerste, Nederland is verantwoordelijk voor nog geen 0,5% van de totale mondiale CO2-uitstoot. Dat is allemaal zinloos. Moeten we niet doen. Daar ben ik altijd heel helder in geweest. Maar als we dan kijken naar energiebeleid, bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen of isolatie, ja, daar is natuurlijk niemand op tegen. Totaal niet, niemand. Als daarmee de energierekening omlaag kan gaan, natuurlijk, dan zijn wij daarvoor. En zeker, ja, ook over kernenergie, absoluut, voorzitter. Dank u wel voor de toevoeging. Daar ben ik ook goed voorstander van. Dan dank ik u voor uw inbreng en dan is de volgende.